vrijdag hield Vlaams Belang een interpellatie over de derde moskee in Oostende. Volksvertegenwoordiger Christian Verhoekstraeten stelde duidelijke vragen aan de burgemeester en maakte duidelijk. In 1987 opende de eerste moskee uit Beuken en Hoogstraat van de vorige jaar. Kreeg de onze stad tot het Constantse plein een tweede grote moskee. De vraag die zich dan ontstelt is of een derde moskee niet een moskee verweert. Meer nog, zoals vorig jaar waren de buurtbewoners die van vooraf niet op de hoogte gesteld. Van eerlijk overleg met de buurt van de buurtbewoners. Is er weer op de meeste plaatsen geweest. De buurt wordt weer op voor een voldoende veiliggesteld. Is dit een bewijs hoe de meerderheid denkt om de gemeente te impressen? Het zijn althans de buurtbewoners die als eerste last zullen ondervinden van deze nieuwe moskee, vooral op het gebied van mobiliteit, parkeren en handelen. De vraag kan ook gesteld worden of de aanwezigheid van de nieuwe moskeeën die een aanbiddingspool gaat vormen om moslims naar onze stad te trekken. Met verhoogde samenlevingsproblemen op de hoogte. De komst van de derde moskee wijst duidelijk op een verdere islamisering van onze stad. Ik hoef niet te zeggen dat het islam geen godsdienst is in onze land. Het islam is duidelijk een verhoogingsgodsdienst die geen respect heeft voor andere godsdiensten. Zie maar de vervolging van de christenen in Iran, Egypte, Turkije en andere Arabische landen. Tevens neemt het islam altijd aan de loop in onze democratische westerse waarden. En is dan bereid om tussen man en vrouw als een kies te gaan. Ik begrijp dan ook waarom de beste ongerustheid van de buurtbewoners en meerdere stemmen is. Vraag dan ook antwoord op mijn gevolgde vragen. Werd de stadbestuur vooraf in de context van de komst van de nieuwe moskee? Waarom werden de buurtbewoners niet vooraf verraden? Wie zijn de initiatiefgevers van deze derde moskee? En hoe zal de controle van de wet over er in deze moskee geen extremistische islamisering is aangekomen? Volgende week, dan kan niemand u een haar in de weg en dat kan. U moet natuurlijk voldoen aan alles over andere wetgevingen, zoals woonreglement en dergelijke. Dat is gecontroleerd, men voldoet daaraan. En er is gecontroleerd omdat ik ook vernam dat bezig was. Want vooraf hebben ze mij, en ik spreek over mij, als die met iemand anders kon dat doen, dat kan ik natuurlijk niet bevestigen, maar ik ken. Maar mij hebben ze vooraf.